Welkom in Capelle aan den IJssel. De komende minuten neem ik u mee op rondleiding door deze bijzondere stad. De schakel tussen de regio Rijnmond en het Groene Hart. Capelle aan den IJssel ligt naast Rotterdam. Alle voorzieningen van deze grote stad liggen binnen handbereik. Maar in vergelijking met veel andere steden in het Rijnmondgebied heeft Capelle een groen karakter. Dit maakt het voor de inwoners een fijne stad om te wonen en te recreëren. Je zou het misschien niet direct zeggen, maar als inwoner van Capelle weet ik hoeveel mooie groene plekken de stad heeft. Het is ook niet voor niets dat we onze stad Parkstad noemen. De grootste parel is het Schollebos. Overdreven gesteld het Central Park van Capelle. Een halve eeuw geleden was Capelle nog een dorp. Tegenwoordig telt de stad 67.000 inwoners. Ook de bedrijvigheid is enorm toegenomen. Er zijn zelfs meer arbeidsplaatsen dan de eigen werkende bevolking. Capelle aan den IJssel heeft een uitstekende ligging aan de A16 en A20. Met optimaal openbaar vervoer dat je snel op de plaatsen in en om Rotterdam brengt. En dat maakt Capelle nou zo bijzonder. Het is zowel een groene parkstad als een werkstad in het economische centrum van Nederland. Capelle biedt dus zeg maar het beste van beide werelden. De stad heeft ook veel eigen voorzieningen. Rond de Koperwiek, het grootste winkelcentrum, ligt het stadscentrum met het gemeentehuis, restaurants, terrasjes, theater en bibliotheek. Ook aan de sportievelingen is gedacht. Je kunt een paard rijden, je hebt tennisclubs, voetbalclubs, een zwembad, sportscholen, dansscholen en een meer dan voortreffelijke golfclub. Wat is er nou heerlijker dan de dag te eindigen met een drankje op een van de beste terrassen van de regio met uitzicht op de prachtige IJssel. Santé! Capelle aan den IJssel, parkstad naast economische motor.